1 oktober barst Stoptober los. In heel Nederland helpen rokers en niet-rokers elkaar om gedurende 28 dagen te stoppen met roken. In Tiel moedigde Frans Duits de rokende wethouder Driessen uit om mee te doen door het doorgeven van een grote oranje Stoptoberbal. Ik richt me tot Frans Duits. Die staat hier naast me. Ja. En die is gestopt al een tijd geleden. Daarover wil hij graag wat zeggen. Frans. Ja, ik had eigenlijk, ja, heel veel mensen zitten nu nog daar en ik zie af en toe mensen nog met een sigaret lopen. Ik ben 3,5 jaar geleden ben ik gestopt en ik moet zeggen, ik heb alleen maar baat bij. Je hebt meer lucht, je smaak is beter. Het is voor je gewicht niet helemaal goed, maar ook daar kun je aan werken. Eigenlijk kan ik gewoon tegen iedereen zeggen van joh, doe je best en steun Stoptober. En nou staat er een wethouder naast me, die rookt ook. Dus ik ga u eens vragen, bent u bereid om mee te doen aan de actie Stoptober? Oh, sorry. Meneer Driessen. Ja, dat wil ik met alle plezier gaan doen. Ik ben weer zo dom geweest om een klein jaartje geleden weer te stoppen, te starten met roken. Ik was alweer een flink aantal jaren vanaf. En ik moet zeggen, ik merk ook meteen weer het verschil. Want je, ja, of je nou wil of niet, na een tijdje leef je toch wat conditie in. En in die zin snap ik heel goed ook uit eigen ervaring en dat het helemaal beter is om te stoppen. Over alle ellende nog maar te zwijgen die eventueel nog op je af kan komen. Dus in die zin neem ik de uitdaging graag van je aan. Mooi. Ik ga je ook op de hoogte houden. En het aardige is, toen het in de krant kwam en onder andere door jou het getwitterd was, heb ik ook al contacten gekregen met mensen die heel graag met mij mee willen gaan doen. Dus ik ga ook een groepsapp starten om elkaar eigenlijk te ondersteunen, om toch even door die zuurappel heen te bijten. Om inderdaad niet 28 dagen, maar veel langer van het roken af te blijven. Dat zou mooi zijn. Goed zo. Dat is de deal gemaakt. Ja, eigenlijk heel simpel. Niet roken is natuurlijk veel gezonder en je merkt het ook aan je conditie. Ik was gestopt en ik ben zo ongeveer een jaar geleden door de gezelligheid weer wat gaan roken. En ja, je merkt dan toch vrij snel dat je ook daar weer toch een stukje conditie inlevert. Dus het is gewoon niet goed voor je. En op de langere termijn zeker ook niet goed voor de gezondheid. Dus met alle plezier zou ik bijna willen zeggen, ga ik deze uitdaging van Frans aan. Deze actie vond plaats op 16 september op de Markt in Tiel. Na het doorgeven van de Stoptoberbal deelden de wethouder Frans Duits en een team van GGD Gelderland-Zuid flyers en ballen uit aan het winkelend publiek. Rokers die mee willen doen met Stoptober kunnen zich aanmelden via www.stoptober.nl en de gratis Stoptober-app downloaden. Via de app krijg je dagelijks persoonlijke aanmoedigingsberichten om weer een dag rookvrij door te komen. Ja, ik doe mee aan Stoptober omdat het goed is als mensen stoppen met roken. Het is voor je gezondheid gewoon sowieso veel beter. Maar het is ook gewoon het sociale zijn, weet je wel. Je ziet tegenwoordig mensen alleen maar buiten staan tegen een gevel aan met een sigaretje in de drup of in de regen. Dus het is lekker als mensen gewoon wat gezonder en wat meer bezig zijn met het lichaam. En Stoptober is een mooie actie omdat daar ook alle instanties, zeg maar, dus van de Longstichting tot de kankerfondsen en zo, die worden even wat extra in het licht gezet door mij. En dus ik kan tegen iedereen zeggen van het is een goede omdat je ook nog eens een keer een personal trainer hebt in de vorm van een app. Dus ik zou zeggen steun Stoptober en daarom doe ik mee. De GGD Gelderland-Zuid biedt deelnemers aan Stoptober in Tiel in oktober vrijblijvend en gratis aan om een keer aanwezig te zijn bij een groepstraining in het Eerste Lijncentrum in Tiel of om een individueel telefonisch gesprek te hebben met een stopcoach. Meer informatie of aanmelding kan via www.luchtsignaal.nl.